Een van de cliënten van de heer Spaanderman is de 52-jarige Leida Meijer uit Hilversum. Gedurende 3 jaar is ze 40 maal van Hilversum naar Bloemendaal gereisd voor een sessie bij haar therapeut. Nou, ik heb in de loop van die therapie ontdekt hoe de krachtkant van mezelf me in de weg zat. En ik ben vroeger ook wel, heb ik wel therapeutische hulp gezocht bij psychologen. En geen één was op een of andere manier in staat om die schild, kun je natuurlijk zeggen, van mij te doorbreken. En dat heb ik als hoogst bijzonder ervaren bij meneer Spaanderman. Ook wel eens tegen hem gezegd, ik ervaar u net als een soort steenhouwer. En, maar dat voelt, is uitermate pijnlijk, maar het voelt ook ontzettend goed. Dus dit, hoe je eigen krachtje in de weg kan zitten. Gewoon verkeerd gebruikt. Je bent dus altijd een heel sterke persoonlijkheid geweest, ja, naar de buitenkant toe. En het heeft nooit iemand kunnen doorbreken, bedoel je dat? Ja, is niet gelukt. En ik zelf, ja, ik had natuurlijk geen enkele behoefte aan. Je bouwt dat niet voor niets op. De bescherming voor je eigen onzekerheid en al je zwakke momenten. En ja, het is voor mij een buitengewone ervaring geweest iemand te ontmoeten in mijn leven die op een of andere manier daar doorheen brak. Waardoor het was niet meer nodig. Het was niet meer nodig. Dat is dus zeer bijzonder om ineens een totaal andere kant van mezelf te ervaren die ik ergens wel wist, maar die ik nooit in de buitenwereld liet zien. Maar wat heeft hij precies met je gedaan? Nou, in allereerste instantie ervaar je bij hem dat hij je ziet. Dus wat je zelf nog niet ziet en ervaart van jezelf, ervaar je aan hem dat hij het al wel door heeft. Hij is je gewoon 3 stappen voor in je proces. Zou die ook een ziener zijn? Nou, niet in de, geloof ik, in de paranormale zin, maar een buitengewoon scherp waarnemer. Maar in een warmtegebed en een intelligentie. Dat is gewoon heerlijk om te ervaren. Kun je iets vertellen over die sessie, zo'n sessie met de heer Spaanderman? Nou, kenmerkend is een, althans heb ik het ervaren, is een hele fijne combinatie van assertiviteit van hem dus. En in combinatie met heel scherp luisteren en heel veel warmte. Wat niet wil zeggen dat hij niet soms vrij harde opmerkingen kon maken. Maar hij buldert ook wel, hè? Kan ook bulderen, maar dat zit dan helemaal in dat kader van dat steenhouden. Dus doordat die warmte er ook is, als je die helemaal hebt toegelaten in jezelf, dan kun je dat ook heel goed hebben. Omdat je het voelt dat het zinvol is voor jezelf. Maar is het dan nodig dat hij assertief is in de sessie? Dat is het wonderlijke hoe hij werd. Hij praat ook veel. Terwijl ik van de andere therapieën, dat was ik het, die veel aan het woord was, werd me dan ook gevraagd. Maar hij is veel aan het woord in de sessies. En ik zei laatst tegen iemand, het merkwaardige is dat ik met er gebeurt, zeg ik achteraf, is dat je een soort non-verbale invloed ondergaat achter alle woorden die hij gebruikt, alle voorbeelden en verhalen die hij dan aan je vertelt. Die op maat, absoluut op maat gesneden is waar jij innerlijk zit dan. Kun je aangeven in hoeverre je nu bent veranderd na die 3 jaar? Jee, daar vraag je me wat. Het heeft een enorme verdieping gekregen, wat ik al eerder zei, met name die, nou, zeg de kant waar ik me heel onzeker voel, waar ik verlegen ben, waar ik angstig kan zijn, paniek had. Ik kan daar veel meer mee in contact komen en het heeft ook veel minder vat op me. Ik vind hem een soort, soort zenmeester. In die sfeer moet je denken. Dat is niet rationeel te pakken en toch werkt het. Niet via de rationele weg mensen innerlijke ervaringen laten hebben.
waardoor ze veel beter met de kern van zichzelf in contact komen.